Hey jongens, welkom in een nieuwe video. We zitten echt al volle bak in het voorjaar en ik vind het echt hoogste tijd voor een voorjaarsschoonmaak, want daar ben ik nog steeds niet aan toegekomen. En aan het begin van deze quarantine dagen zag ik iedereen op Instagram zeggen dat het hele huis spik en span was omdat ze zoveel thuis zaten en aan het opruimen waren. Ik daarentegen ben nog niet begonnen. Dus ik dacht, ik wil een soort van ultimate voorjaars schoonmaken challenge met mezelf houden. En ik heb er al meerdere bekeken online. En ik heb er een beetje mijn middenweg in gevonden. Want bij de meeste challenges moet je dan ontzettend veel spullen in een maand tijd wegdoen. Maar ik kan uit ervaring spreken dat alleen maar het wegdoen van spullen niet alleen helpt. Want ik wil een beetje mijn huis schoonmaken. Omdat ik zoiets heb van oké, clean house, clean mind. Maar voor een clean mind moet je toch wel wat verder gaan. Dus ik dacht, ik neem jullie gewoon mee in dat proces. Misschien heb je er zelf wat aan. Misschien vind je het leuk om te zien. De challenge heb ik onderverdeeld in 3 onderdelen. Waarvan de eerste de woning is. Door het gewoon schoon te maken op de Marie Kondo manier. In het tweede gedeelte ga je aan de slag met je digitale leefomgeving. Oftewel je computer, je telefoon en dergelijke. In het derde gedeelte ga je aan de slag met je lifestyle. Kortom, je gaat net iets meer in de diepte in. Waardoor je hopelijk helemaal zen eruit gaat komen. Ik ben dus begonnen met het opruimen van mijn woning en ik begon op de meest logische plek en dat is mijn kledingkast. Nou, nu heb ik dit wel eens vaker laten zien hoe ik het doe. Bij de Marie Kondo manier trek je eigenlijk alles aan, je raakt al je kledingstukken aan en alles dat joy sparkt, dat hou je en de rest dat doe je weg. Nou, dit heb ik ook in mijn woonkamer toegepast. Ik had een hele hoop items dubbel en toen heb ik eventjes naar gekeken van wat wil ik graag houden, wat wil ik niet meer houden en wat kan ik überhaupt gebruiken en wat gebruik ik eigenlijk helemaal niet. Zoals een PlayStation, die gebruik ik eigenlijk helemaal niet. Die heb ik weer terug naar mijn ouders gedaan en ik had ook 2 soorten manden waarvan ik, als ik heel eerlijk ben, uiteindelijk beide manden heb gehouden. Ik vind dat nog wel het allerlastigste als ik dingen dubbel heb, maar dat zou ook allemaal wel gewoon mooi zijn van wat doe ik dan weg en ga ik het echt wegdoen of ga ik het later nog gebruiken of in een andere woning als ik ga verhuizen nog gebruiken of is dat onzin en ga ik dan toch weer wat anders kopen. Oké, ik ben echt bijna klaar. Zoals je kan zien is de kast hierachter een stuk leger. Dat oogt ook meteen wat rustiger. Je bent best wel snel geneigd om zo'n open kast heel erg vol te proppen, maar dan wordt het dus echt best wel een rommel en dat wil ik echt juist niet. Alles zit nu wel een beetje onder het stof. Ik dacht dat ik wel goed had schoongemaakt, maar ik zie nog overal mijn stofwolken, dus ik ga even goed stofzuigen zo. En dan wil ik jullie ook meteen eventjes een nieuwe stofzuiger laten zien, want ik ben er ontzettend blij mee. Het is een Dyson, dus het is echt mijn droom. En dit is de Dyson V11 Absolute Extra Pro. En hij is ook echt super deluxe. En deze stofzuiger die verbetert echt mijn leven. Want ik hoef dus niet meer mijn andere kleine stofzuiger die het helemaal niet goed doet uit een overvolle kast te trekken. Ik heb hem nu hier gewoon staan en dit is de oplaadpaal. Ik hoefde dus ook niks in mijn muur te boren. En ik pak hem er zo vanaf. En dan is het een stofzuiger of als ik wil een kruimeldief. En dat vind ik ook helemaal top. En wat ik heel erg leuk vind is dat bij deze V11 zit ook nog een display schermpje op. Zodat je weet hoe ver je batterij is. Hier op het display zie je dus dat de batterij helemaal vol is. Dus zonder dolle, omdat hij dus losstaand is, pak ik hem er veel sneller bij. En ik wil je deze beelden laten zien van mijn bank. Maar toen we hem net binnen hadden, ging mijn vriend de dekens op mijn bank stofzuigen. En je ziet gewoon een witte streep. En dat is niet omdat het kleed naar de ene kant of de andere kant, net als fluweel, een andere weerspiegeling heeft van het licht. Nee, het was gewoon oprecht vuil dat de Dyson uit die deken had getrokken. En ik schrok ervan, want ik dacht altijd dat het schoon was. Maar onze vorige stofzuiger was denk ik dan toch niet zo sterk. Dus het is echt zo'n groot verschil. Maar daarom ben ik dus ook echt super blij met dit ding. Want nogmaals, ik pak hem er sneller bij. Hij is een stuk sterker en hij is gewoon top. Dus ja, dat was eventjes mijn rant over de Dyson V11. Ik weet dat ik echt, dit is misschien de eerste keer dat ik zo enthousiast ben geweest over een huishoudelijk apparaat. Maar ja, het is gewoon wel echt goals als het aan mij ligt. Dus ik ben heel erg blij dat ik hem nu eindelijk heb. En dan ga ik nu eventjes de boel flink stofzuigen hier. De volgende kamer die echt aan de beurt is of echt toe is aan wat meer minimaliseren en opruimen is mijn werkkamer. Ik werk hier nu een stuk meer omdat het toch wel echt net een andere ruimte is. Dat zorgt dat ik wat productiever ben.
Eigenlijk precies hetzelfde met alle andere kamers in mijn huis, zoals mijn werkkamer. Ook hier wordt het heel snel een zooi. Waarschijnlijk omdat het een aparte kamer is en je dan toch wat sneller dingetjes erin wegmoffelt. Maar het is me uiteindelijk gelukt om alles weer een vast plekje te geven, op te ruimen. En nu kan ik er weer lekker werken en ook sporten als ik zou willen. Hi guys, het is de volgende dag en ik ben alvast begonnen met mijn keuken. Hij is best wel klein, maar fijn en alles, nou niet alles wat ik wil, past erin, maar gewoon. Ik kan er niet heel veel uithalen, maar heb er toch nog een paar messen uitgehaald. En de laadjes heb ik natuurlijk opnieuw schoongemaakt en ingedeeld. Dus dat is altijd super lekker satisfying om te zien, vind ik. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik ga er altijd heel erg goed op. Dus ja, daar ben ik echt zo doorheen gegaan. Dan ga ik nu door naar mijn badkamer. Nou, dit ging super snel, want ik heb gewoon niet zoveel ruimte. Het is niet super satisfyingly pleasing, maar ja, dat komt gewoon omdat het een kleine badkamer is. En dit is gewoon prima. Dat komt wel ooit, weet je wel, matching, handdoeken en zo. En dan blijft nu vooral de gang over, maar ja, dat is eigenlijk allemaal karton dat ik weg moet halen. Hi. Dus dat ga ik eventjes doen. En dan is het eerste gedeelte van deze voorjaars schoonmaak challenge alweer klaar. Het declutter gedeelte. Nu de leefomgeving helemaal heerlijk schoon is, is het tijd voor de digitale omgeving. Oftewel je telefoon, je laptop, je MacBook, alles wat maar een beetje digitaal is. Je kunt je voorstellen dat ik eventjes de tijd nodig had om te zitten achter mijn computer en de boel te ordenen. Ik ben er eigenlijk zelfs nog steeds mee bezig op dit moment. Het handigste is om allemaal diverse mapjes te maken en alles zo goed mogelijk te ordenen. Wat ik uiteindelijk heb gedaan is een oude harde schijf met allemaal oude bestanden gevuld en mijn nieuwe harde schijf met de bestanden van 2019 en 2020. Op die manier heb ik de meeste recente documenten bij me en heb ik ook niet te veel mapjes waar ik doorheen hoef te zoeken. Met mijn telefoon heb ik precies hetzelfde gedaan. Hier heb ik allemaal verschillende mapjes gemaakt in mijn telefoon om mijn foto's te ordenen. Ik heb er nog ontzettend veel, dus ik moet er ook een hele hoop weggooien die echt ontzettend onnodig zijn. En op die manier kun je dat ook wel ordenen. Een extra tip voor je telefoon is natuurlijk dat je het gele licht aanzet op je telefoon. Zodat je niet als je 's avonds op je telefoon kijkt het blauwe licht in je gezicht krijgt. Dus die kan ik echt aanraden om aan te zetten. En dan ook schermtijd. Dan kan je hier apparaatvrije tijd kiezen. En dan kan je dus, als je die aanzet, kan je die elke dag aandoen. En dan kan je de tijd kiezen en dergelijke. Misschien klinkt het een beetje gek dat ik hierover begin in een voorjaars schoonmaak challenge. Maar eigenlijk is het ook een soort van schoonmaken. Want je zorgt er gewoon voor dat je wat minder op je telefoon zit de hele tijd. En als je de hele tijd thuis zit, zit je gewoon ontzettend veel op je telefoon. Daardoor gaat je productiviteit heel erg omlaag. En het hele doel van deze schoonmaakchallenge is dat je gewoon wat meer rust vindt in jezelf. Dat je wat productiever bent en dat je gewoon wat minder snel afgeleid bent. Nou, mijn mailbox zit echt ontzettend vol. Dus ik heb echt heel veel mailtjes verwijderd. Allemaal ongelezen berichten. Ik heb echt zoveel spam, zoveel nieuwsberichten. Ja, ik probeer me gewoon af te melden bij zoveel mogelijk nieuwsbrieven die ik niet wil. En als er weer eentje opnieuw binnenkomt, dan probeer ik me weer af te melden, zodat ik ze gewoon niet meer krijg. Als je dit nu allemaal hebt gedaan, lucht het echt zo ontzettend op. Want elke keer als jij je computer of je telefoon opent, dan voelt hij weer als nieuw. Het voelt weer alsof je gewoon het overzicht hebt en dergelijke. Dus dat is echt super fijn. We zijn nu sowieso op de helft van deze challenge. En ik ga jullie nog meenemen in het laatste gedeelte en dat is het lifestyle gedeelte. Journal eens je hele dag om te ontdekken wat je nou precies doet op een dag en hoe jij je tijd misschien anders kan indelen. Probeer ook wat dingen toe te voegen aan je routine, zoals yoga en meditatie. En pak er misschien ook eens een schriftje bij om je dankbaarheid op te schrijven. Daarmee bedoel ik eigenlijk, schrijf elke ochtend op de dingen waar je dankbaar voor bent. Die wil ik weer toevoegen in ieder geval. En ik zag hem vanmiddag op Instagram bij Rianne Meijer en toen moest ik er weer aan denken. Andere goede lifestyle tips zijn elke dag een opruimronde doen van bijvoorbeeld 20 minuten. Elke dag 30 minuten de tijd nemen voor jezelf. Nieuwe doelen formuleren voor het einde van het jaar of voor de komende maand. Want ik weet niet of jij ook doelen hebt geformuleerd eind vorig jaar. Ik wel, maar er zijn een hoop dingen veranderd waardoor ik de boel toch een beetje moet bijschaven. En op die manier hou je toch weer een doel voor ogen en heb je een streven. En verder zei mijn beste vriendinje laatst dat zij een sportplanning had gemaakt. Dat vond ik echt een supergoed idee, want ja, de structuur en routines zijn toch wel een beetje weg. Dan heb ik eigenlijk nog twee dingen om te noemen. En dat is bijvoorbeeld, ga eens naar je Instagram en ontvolg mensen of demp mensen als je
je niet wil ontvolgen. Waarvan je misschien een irritatie hebt of waarvan je denkt, nou, ik weer niet inspirerend genoeg. En check ook als laatste eens je bankrekeningen om te zien of jij misschien geabonneerd bent nog op dingen waar je niet geabonneerd op wil zijn. Dus op die manier kan je dat ook weer opruimen. En in ieder geval, dit alles bij elkaar is denk ik wel de ultieme minimalisme / voorjaars schoonmaken challenge. Omdat je dus echt op zoveel vlakken eigenlijk opruimt. Ik hoop dat jullie er wat inspiratie uit hebben kunnen krijgen. Laat in ieder geval weten in de reacties wat je ervan vond. En dan zie ik jullie heel graag in de volgende video. Doeg!